kan je alles. Yay! Wat ga je vertellen dan? Ik wil alles weten. Hoezo leef je nog, bijvoorbeeld? Nou zeg, als je me even uit laat praten, dan kan ik je alles vertellen, oké? Nou, bek dicht. Zo, keizer. Ik weet mooi waar de energiebron ligt. Jee, je liefd. Je hebt mij verraden. Krabby, kom hier. Zo, nou, oude vriend. Nu ga jij de bak in. Nee, Krabby. Dood hem. Sorry, man. Wat? Je viel van de planeet? Maar dat kan niet. Je kunt niet van een planeet vallen, domme toek. Nee, zo is het ook niet gegaan. Ik viel uit het ruimtestation boven Sussieland. Wat? Boven Sussieland? Oh nee, we hebben een heel groot probleem. Papa, ik moet nu meteen gaan. Doei doei. Sussieland! Oké, even kijken naar de nieuwe regering. Getrouwd aan de wilderen gaan we niet doen, want die wil alleen maar minder goden. Luister je wel? Nou ja, het zal wel. Die andere gast, Rita Rutgers of zo. Marco Rutgers. Die is, die heeft last van geheugenverlies. Dus die kunnen we eigenlijk ook al niet kiezen voor de nieuwe regering. Man, wat is dit moeilijk. Luister je wel? Hey, hallo, broeder, hoe gaat het? Hey, hallo. Goedemorgen. Wat is dat? Oh nee, is dat wie ik denk dat het is? Oh nee, dat is Krabby. Krabby de ruimteelf. Ja, die alien gast. Oh nee, ze zijn weer terug. Wat moeten we doen? Oh nee, toch. Ik ga weg, doei. Ja! Oh ja, tuurlijk. Ik kan nog gewoon vliegen. Nee, hè. Hallo, Zeus. We zijn terug. En niemand heeft een boodschap voor jou. Keizer leeft zo tof. Ik hou van knopjes. Boom, boom, allemaal. Boom, jongen. Boom, boom, boom. Ja. Zo, nou
Ik vind eigenlijk dat je dat nog even moet laten, Krubby. Want, dat moet gewoon van de keizer, hè. Zo gaan de regels. Nou, ik moet even praten met een oude vriend. Zus? Hallo, zus. Ik ben terug. Zo, Zeus, zelfs tegen de grote meester Yoda kun jij niet op, ofwel, daarom heb je me verbannen, hè? Daarom heb je dit allemaal gedaan. Je weet best wat ik bedoel, toch? Dat hoef ik al niet eens meer te zeggen. Zus, vaarwel! Doei!